Nu kwamen de krabben en kreeften naar buiten uit hun holen. Die met de helder witte glanzende ogen. Die waarvan de schalen oplichten in het maanlicht, alsof het parlemoerschelpen waren met de goede kant naar buiten gekeerd. Dit was voor mij het boek van verlangen. Ik ging naar iets verlangen waar ik nooit was geweest. Naar dat Nederlands-Indië van mijn ouders. Het is zo geheimzinnig. Vol animisme. De dode dingen leven. De doden leven. En het gaat over de binnenbaai, de buitenbaai, de golfjes die namen krijgen. Het is een van de meest geheimzinnige boeken. En het was waanzinnig populair. Het is vertaald in 13 talen. In Amerika heeft het in 1958 Dr. Zhivago en Breakfast for Tiffany's van de top 10 gestoten. En nu is het enigszins in de vergetelheid geraakt. We staan hier in het Tropenmuseum naast Georg Rumphius, een groot onderzoeker van de VOC. Die leefde van 1627 tot 1702 en heeft veel onderzoek gepleegd. Heeft allerlei zaken opgedelft, stenen, schelpen, planten. Die zijn allemaal beland in zijn Ambonse rariteitenkamer en zijn Ambonse kruidboek. Hij werd later blind en heeft toen alleen nog maar gevoeld en alles laten opschrijven door zijn assistenten. Deze man speelt een grote rol in het boek De 10.000 Dingen van Maria Dermout. Lees dat boek, want het vertelt niet alleen iets over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië, maar ook over hoe de inheemse al keken naar de koloniale bezetting. Een enkele van de grote boomkrabben die zo zeldzaam waren geworden, hardblauw met wit gestreept, Don Diego in het volle harnas, zei meneer Rumphius, klom een kokospalm in, plukte een noot af, liet hem op de grond vallen, klauterde erachteraan, rukte de bast eraf en kraakte de keiharde noot zo zoetjes tussen zijn scharen in stukken. Dat geluid was soms een eind ver te horen in de avondelijke stilte. Lees dat boek. Het vertelt zoveel over ons verleden en misschien over onze toekomst.